Kijken jouw ouders wel eens in je telefoon? Ja, wel vaak. Dat komt vaak. Ik zit vaak in veel groepsapps en daar wordt vaak niet hele leuke dingen gezegd. Ik zeg wel altijd nee, niet in mijn telefoon kijken, maar ik weet niet helemaal of ze dat ook niet doen. Ze hebben het wel eens gedaan zonder dat ik het wist, maar dat vond ik zelf eigenlijk niet zo heel leuk. En ze kennen ook allemaal de toegangscode tot de mobieltjes. En als ik dan nog even doorvraag van weet je kind dan dat je erin kijkt, dan is het antwoord meestal nee. Wij hebben toen ze een telefoon kregen een afspraak gemaakt dat die elke week gecontroleerd werd. Je wil iets voor jezelf en dat kan dan niet van jezelf zijn. Een jongen, een vriend die haar verzocht om naar hem toe te komen en er aan het pushen was en aan het dwingen was, want hij wilde seks met haar. En dat vond ik toch niet zo heel goed. Eigenlijk heb ik niks te verbergen, dus dan laat ik het gewoon zien. Nee, is niet aan te raden om zonder enige aanleiding met regelmaat te willen controleren. In principe vertrouw je elkaar en je kind heeft ook recht op dat vertrouwen. En vanuit die relatie overleg je dingen met elkaar, bespreek je dingen met elkaar.